Deze beslissingswedstrijd staat op het punt om te beginnen. Nog erger, het is begonnen onder leiding van de heer Kamphorst. De twee ploegen DVS 33 A1 en Kampong A1. Het zal ongetwijfeld heel veel spanning met zich meebrengen, want beide ploegen zijn bijzonder aan elkaar gewaagd. En Kampong zet gelijk heel hoog druk. DVS gaat nu proberen zich eronder uit te voetballen. Lars Dekker op eigen verdedigingshelft. Nu weer opbouw. Via Jordi van Zelm. Nu Jelle Zeeboer. Die daar van zijn snelheid gebruik maakt. En daar constateert de assistent scheidsrechter toch een lichte overtreding. Hoog voor de pot. Oh, Matthijs van Duschoten die daar op een haarna mist. Ze moeten meer druk durven zetten tegen deze tegenstander. Want dat zijn ze niet gewend. Ze zijn alleen maar hele grote uitslagen gewend. En daar zit natuurlijk weer de nummer 3, Jenga, er makkelijk tussen. En zo kan DVS nog steeds weinig gevaar stichten. Behalve die ene kopbal van Matthijs van Duschoten. Na 19 minuten spelen in de eerste helft. Akanat wint zich daarover op. Moet hij helemaal niet doen voor een ingooi. Stefan Offerberg gooide in naar Jelle Zeeboer. Weer Van der Kraats die echt daar een blok moet zetten. Oeh, wat gaat er gebeuren? Die bal die vliegt er toch in. Seuner via de grijpende vingers van de keeper Tom de Groot van DVS. Die daar net niet bij kon. Levert hier uiteindelijk het eerste doelpunt op. In het voordeel van Kampong. DVS probeert eruit te komen. Lukt niet. Nu misschien. Daar, op volle snelheid. Jelle Zeeboer. En daar, Matthijs van Duschoten. Ja, 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 ja. Op een werkelijk prachtige manier. Jelle Zeeboer, die schitterend doorzet. En ook nog een keer een prachtige assist geeft. Aan Matthijs van Duschoten. En Matthijs van Duschoten, ja, daar kun je dat kunstje wel aan overlaten. Weer een echt spitse doelpunt voor Matthijs van Duschoten. Vlak voor rust. Een heerlijk moment om langs zij te komen. Na een fabuleuze actie van Jelle Zeeboer. Je zag al dat langzaam maar zeker in de loop van de eerste helft DVS toch iets meer met zelfvertrouwen begon te spelen. Wat ik al eerder zei, wat compacter. Zich niet meer zo liet afbluffen. Want in die beginfase was dat wel het geval. Alles en iedereen staat alweer opgesteld voor de tweede helft. Nog 3 kwartier, dan weten we wie er gaat promoveren naar de derde divisie. Nu is daar nog helemaal niets van te zeggen. In een eerste helft waarin Kampong toch beter begon dan DVS. Wist DVS toch vlak voor rust de 1-1 aan te tekenen. En nu balbezit, DVS. Via Steven Knijn. Guido van der Belt. Matthijs van Duschoten. Jelle. Matthijs. Maar in een melee van verdedigers is daar niet uit te komen. Heel goed, Lars Dekker. Zeeboer, Jelle. Een enorme pegel! Hoho, wat een schot! Op de lat. Hij zou werkelijk in tweeën breken. Wat een prachtige knal van Jordi van Zelm. Kijken wat dit gaat worden. 5 minuten in de tweede helft. Aanloop. Jelle Zeeboer. Oeh! Daar moest de keeper toch even alle zeilen bij zetten. Wel een goede reactie. Probeerde daar Corné Parol een voorzet te geven. Maar daar toch weer een gevaarlijk moment voor het doel van Tom de Groot. Maar ook daar komt DVS goed uit. Weer even een paar momenten waarop je kunt zien dat ook Kampong natuurlijk nog steeds een aardig potje kan voetballen. Lars Dekker. Guido van der Belt. Prima, prima gespeeld. Lars Dekker, goeie paas.
En ja, 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 weer Matthijs van Duschoten. Prachtig paasje ertussendoor van Lars Dekker. Als ik het goed heb gezien. En natuurlijk staat daar weer Matthijs van Duschoten. De echte goaltjesdief. Weer zo'n goaltjesdief doelpunt. Prachtig werk. Schitterend dat paasje ertussendoor. Misschien wel een specialist. Milan Mainz. Staat daar achter de bal. En natuurlijk Jenga. Gaat daar een beetje vervelend lopen doen in de muur. Kijken wat daar gebeurt. Komt de schot. Wordt van richting veranderd. Oh, en die bal die gaat ook maar net naast de paal. Lars Dekker. Kopt de bal richting Steven Knijn. Maar via Kampong komt de bal toch weer bij Lars Dekker. Steven Knijn. Lars Dekker. Bal aan de voet. En paas daar op Matthijs van Duschoten. Maar buitenspel geconstateerd door de grensrechter. Overgenomen door de scheidsrechter. Alle spelers staan opgeteld. Vrije trap genomen. Mainz. Toch echt een opvallende middenvelder. Daar. Prachtig doelpunt. Schitterend doelpunt van Akanat. Zo uit het niet. Prima paas in de richting van hem. Levert hier een 2-2 stand op. Hij krijgt gelijk weer kramp. Jelle Zeeboer draait prachtig naar binnen. Gaat de combinatie aan met Steven Knijn? Nee, zit de verdediger toch tussen van Akanat. Akanat stuurt daar prachtig die nummer 13 weg. Hij speelt de bal net iets te ver voor zich uit. Waardoor Tom de Groot. Dat is echt een taak voor de DVS-verdediging om deze jongens, ongetwijfeld goede koppers, uit te schakelen. Komt die bal daar hoog? Wederom. Via de lat. Ho, wat een opwindend moment daar. Valt de beslissing in de wedstrijd zelf? Of wordt het verlengen? Wat gaat er gebeuren? Lars Dekker. Nee, Jelle Zeeboer. Weer een enorme pegel. Keeper kan alleen maar die bal verder wegstompen. Liggend. Wow. Dit is wel een bijzonder pittige overtreding. Maar de scheidsrechter denkt. Dit is ook tevens het eindsignaal. Hij wordt toch redelijk doormidden getrapt. Wat zou het verdict zijn van deze thriller? Die alles in zich heeft wat voetbal o zo mooi en spannend maakt. Deze beslissingswedstrijd tussen DVS A1 en Kampong A1. De eerste verlenging is aanstaande. Maar compact verdedigt daar DVS. En nu snel eruit. Ja, ja, Jelle Zeeboer. Jelle Zeeboer, wat gaat hij doen? Nee, die bal die gaat net naast. Oh, 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 oh. Doodzonde. Wat een schitterende paas. Ik dacht van Jordi van Zelm. Op Jelle Zeeboer. Die doet alles goed. Alleen het balletje rolt net naast de paal. Tekin, mooie bewegingen. Handig, handig, handig met de bal. Kan die voor het verschil zorgen? Jelle Zeeboer. En wat gebeurt daar? Wat gaat er gebeuren? Ja, ja, ja. Die bal die gaat erin. Via Jordi van Zelm. Ho, ho. Dit is mooi. Dit is mooi. Als één hem verdient. Als één hem met zoveel energie in deze wedstrijd zit. Jordi van Zelm. Maar het hele team verdient het natuurlijk. Nog steeds die 3-2 stand op het scorebord voor DVS. Maar oh oh, Kampong kan er ook een poepie van. Hebben ze de hele competitie blijk van gegeven. Komt die bal daar, hoog. Strak, kan worden weggekopt. De nummer 14. Ja, hij zit er toch in. Niet te geloven. Lari. Oussama Lari. De wedstrijd is inmiddels afgelopen. En gaat beslist worden
door middel van penalties. Jelle Zeeboer is de eerste speler namens DVS die de eerste strafschop gaat nemen. Aanloop, schot. Zeer eenvoudig gehouden. Veel te zacht. Jelle gaat gelijk teleurgesteld naar de kleedkamer. Corné Parol. Schot, doelpunt. 1-0, Kampong. Tweede penalty voor DVS. Stefan Offenberg. Drummers zijn cool. En Stefan is heel cool. En schiet hem er niet in. Stand nog steeds maar 1-0 voor Kampong. Tweede penalty voor Kampong. Aanloop. Schot. Prima penalty. 2-0 voor Kampong. De derde penalty van DVS 33. Aanloop. Eenvoudig. Jordi van Selm. Prima penalty. De nummer 5 invaller Pettersson. Prima! Gestopt. Tom van Zanten. Ik zei het. Hayrullah Tekin. Geweldig voetballer. Kijken of hij die penalty ook zo mooi kan nemen. Geen enkel probleem. Inmiddels alweer gelijk. 2-2. Kampong hoeft hem maar te missen. En DVS is weer volop in de race. Jenga. Van wie iedereen verwacht. Ach, die schiet hem er wel in. Maar Tom van Zanten, de keeper van DVS, denkt er misschien wel heel anders over. Aanloop Jenga. Schot. Oh, hij zat er prachtig bij. Toch een billenknijpmomentje voor Jenga. Aanloop Lars Dekker. En een eenvoudig doelpunt. En dan mag de man die zorgde voor de 3-3, Lari, Oussama Lari, mag Kampong misschien naar het kampioenschap schieten. Lari, aanloop Lari. Oh, die bal die gaat over. Dit is niet te geloven. Wat een apotheose. DVS leeft nog. En nu is het natuurlijk. Sudden Death. Ja. Schitterend. DVS staat voor. Job Heijnen. Komt die aanloop. Leon Lenders. En zeer eenvoudig stuurt hij Tom van Zanten. En wat doet Leon Lenders daar nou weer? Kijk. Dat bedoel ik. Dit is zo vervelend, intimiderend gedrag. De volgende komt eraan voor DVS. Doelman staat klaar. Schot. En via de handen en de paal. En daar komt een toeschouwer het veld op. Kampong kan er nu definitief een eind aan maken aan deze wedstrijd. Komt hij. En weer houdt Tom van Zanten de bal eruit. Dit gaat door tot middernacht. Tommy, 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 waar ben je mee bezig? En dan mag DVS weer op voorsprong zien te komen. Dit kan er ook nog wel bij. Niet te geloven. Iemand heeft vergeten de klok uit te zetten. 11 uur,
klokslag 11 uur gaat het licht uit. Huub van der Lubbe zong het al. Mag het licht uit als ik je in mijn armen sluit. Mag het licht uit, mag het licht uit. Ik heb veel meegemaakt bij het voetbal, maar dit slaat werkelijk alles. Spelers proberen natuurlijk toch nog een beetje warm te blijven, warm te lopen. Zeker degene die een strafschop moeten nemen. Ja, dat kunnen misschien straks nog wel weer alle spelers zijn. Bal ligt klaar. Komt de aanloop van Stefan. En hij schiet hem er prima in. Strak, middelhoog. Komt het moment. Schot. En een doelpunt. Stand 5-5 na de 8e ronde penalties. Keeper kijkt mee. Het hoort allemaal erbij. Ligt die bal goed? Ligt hij niet goed? Maakt er een opmerking over of niet? Komt die aanloop van Lee? En hij schiet hem er zeer makkelijk in. Prima. Of niet? Aanloop. Schot. Oeh, bijna. Tom van Zanten zat er weer bij. Maar weer gelijk. 6-6. Keeper klaar. Guido klaar. Scheidsrechter klaar. Aanloop. Schot. Geen enkel probleem. Hard, middelhoog. Dat zijn de beste. Tom van Zanten springt zichzelf in de moed. Klapt wat met zijn handschoenen. Pept zichzelf op. Kijken naar de bal, Tom. Aanloop van de keeper. Komt die. En hij schiet hem erin. 7-7. Bijna een ondraaglijke spanning hier in Leusden. Tom van Zanten. Straal wat uit, Tom. Kom op. Aanloop. Schot, zeer makkelijk. Doodsimpel. Akanat staat klaar. Aanloop, schot. En Tom van Zanten pakt hem. Tom van Zanten is de held van Ermelo. Is de held van de Veluwe. DVS A1 heeft uiteindelijk toch hier gewonnen. Jongen, jongen, jongen. Er barst daar een feest los. Ongelooflijk. Fantastisch, fantastisch. Even voor de camera, even voor de camera. Jij wist in welke hoek die bal kwam? Hij had hem op YouTube staan. Hij miste. Stond op YouTube. En ik zei tegen hem, YouTube. Hij had hem in de linker geschoten. En ik dacht, ga naar rechts. En ik heb hem. Het was een ongelofelijke mooie reactie van jou, hè? Ja. Je stond daar als een tijger in het doel. Ja, ik weet het echt niet meer. Zwart van mijn ogen, echt. Ongelooflijk. Hartstikke mooi, Tom. Grote klasse. Matthijs. Matthijs, 2 doelpunten. Jij had het me beloofd, hè? Zeker, uiteraard. Dat moet met zulke wedstrijden, toch? Echte spitse doelpunten, Matthijs. Ja, zeker. Laat hij gelijk in. Je stond weer precies op de goede plek, jongen. Dank u wel. Een verdiende overwinning uiteindelijk. Hé, hey, Matthijs. Dank u wel. Goed zo, jongen. Ja. Jack, hoofdopleiding. Jack. Nee, Matthijs, joh. Allereerst. Nee, die heb ik al gehad. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat. Dank geweldig. Wat hebben die jongens elkaar er doorheen gesleept? Ja, inderdaad, Piet. Dat was echt heerlijk om te zien. En met zoveel Ermelo's erbij. Ja. Onvoorstelbaar mooi. En ik denk dat de eerste helft ver onder ons niveau was. Maar ik wil niet te veel gaan analyseren. Maar de tweede helft en de rest van de wedstrijd waren we toch echt wel de meest voetballende ploeg. En ik denk dat wij terecht gewonnen hebben. En nogmaals, echt als een team. En dan nog een penalty killer. Ja. Geweldig. Ja, geweldig. Ja, niet te geloven. En daar staat het hele team. Geweldig, geweldig, geweldig. Een echt team. Echte kampioenen richting de derde divisie. DVS 33 kent vele, vele, vele hoogtepunten. Van harte gefeliciteerd. Allereerst, van harte jongen. Dankjewel.
Geweldig. Wat moet er, wat een gevoelens moet je hebben gehad bij deze wedstrijd? Het is te veel. Ja, er stond de 28 stond al op de klok. Dus we hadden nog anderhalve minuut. Ja, dan kregen we natuurlijk een domper. En dan, wij brachten Tom, zij brachten een keeper. Ja, we zijn zo gelijkwaardig op alle fronten. En dan ja, natuurlijk half uur binnen gezeten. Ja, dat is super, dat is super. Maar wat kwamen jullie fantastisch mooi in de wedstrijd na een eerste wat teleurstellende half uur, hè? Ja, nou, de hele eerste helft was echt niet onszelf. Ja, natuurlijk de spanning, jammer. Je hoopt dat dat op een gegeven moment 10 minuten weg is. Ja, dat gebeurde niet. En tweede helft gewoon fantastisch. Eigenlijk daarna gewoon fantastisch gespeeld. Als een team ook, hè? Mekaar aanvullend daar waar het kan. Ja, dat sowieso. Er is als zeer compact. Ja, dat is niet normaal. Het is gestreden echt voor elke bal, elke meet. Ja, het is natuurlijk genieten om te zien. En mooi dat dat beloond wordt, hè? Ja. En dan ook nog zo'n Louis van Gaal wissel, hè? Net als zij trouwens, hè? Ja. Nou ja, we hadden alles voorbereid. En dat is wat wij als trainerstaf kunnen doen. En dat is super als dat van waarde is. Ja. Ja. En als dat dan ook nog blijkt zo te eindigen. Ja, nou heel fijn. Hè? Geweldig, gefeliciteerd met zo'n stel. Ja. Fantastisch. Tijd naar bed. Okay. Stefan, drummers zijn cool, hè? Drummers zijn heel cool. Drummers schieten altijd die pengels erin, hè? Ja, nou, valt tegen. Valt tegen. Wat voelde je toen? Spanning? Of niet? Of dacht je van, dit is gewoon hard erin schieten? Nou, het was eigenlijk op de training wel geoefend. En toen heb ik 7 van de 7 erin geschoten. Dus ik had zoiets van, die rechte onderhoek, die zit gewoon, weet je wel. En ik dacht, de keeper zet een stapje naar die hoek toe. Dus ik denk, die duikt de andere kant op. Maar dat deed niet. Dit is echt een teamprestatie, Stefan, hè? Ja, joh, hele seizoen door. Gewoon niemand heeft opgegeven. Iedereen keihard gewerkt. En zoals deze wedstrijd ook, iedereen bleef doorgaan. Zelfs laatste minuut, die 2-2 dan. En ook daarna nog in de verlenging, laatste minuut 3-3. Dus. En steeds maar een antwoord vinden op dat krachtvoetbal van Kampong. Ja. Dat kost ook veel kracht, hè? Kost vreselijk veel kracht. Echt, we zijn allemaal helemaal kapot. Maar die kampioenen! Juist. Maar die adrenaline, hoor. Echt, je gaat gewoon door. Je jaagt gewoon door. En... Lekker, hè? Genieten ervan. En blijf drummen. Ja, dat komt er goed. Ja, waarom ben je hier? Nou, dat is natuurlijk schitterend. Echt DVS, laatste jaren, geweldige ontwikkeling die we meemaken. Ik heb vanavond echt een beetje het urkgevoel van vorig jaar. En als je toch ziet, er werd met passie gevoetbald. Het was vandaag ook gewoon DVS voetbalde en de tegenstander hield het tegen en was een lange bal. Dat was hun tactiek. Maar dus dat bij ons gewoon, uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen. Maar ja, de strafschoppenserie is een loterij. Maar technische staf, prima en... mooi slot zo. Ja, wat een geweldige apotheose van dit seizoen, hè? Ja, dat is zonder meer op allerlei terrein. Ja, we zitten gewoon echt in de flow en dan moeten we proberen dat vast te houden. En dat gaat wel lukken ook. Hartstikke mooi, hè? Ga zo door, hè?